Wolle, dat is Anne Frank toch? Ja, waar ken je die van? Van het verleden, man. Ik heb met haar gerold, man. Ja, wat heb je met haar gerold dan? Assie. Uit onderzoek van de Claims Conference is naar voren gekomen dat 23% van de Nederlandse jongeren geen flauw benul heeft van de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Schokkende cijfers. Nou, het was behoorlijk chockerend en ook wel alarmerend om die resultaten te zien. En ik denk dat vooral het geschiedenisonderwijs van groot belang is dat dat naar een hoger niveau getild wordt. Hey, weet je wie dit is? Nee, ik weet het niet. Nee? Komt er niet bekend voor? Hij lijkt wel op jou. Wie is dit? Ik weet het. Weet je niet? Kijk, kom. Er is duidelijk een groot gebrek aan kennis. Juist deze periode, de Holocaust, is zo belangrijk voor onze rechtsstaat, democratie. Het is het dieptepunt van onze moderne geschiedenis. Het laat zien waar racisme en uitsluiting toe kunnen leiden. Het is essentieel dat daar goed les over wordt gegeven en dat het nooit vergeten wordt. De Holocaust. De Holocaust? Nou, dat ken ik niet. Dat woord ken ik niet. Nee, ik meen. De Holocaust. Ja. Weet jullie wie dit is? Nee. Geen idee wie dit is? Geen idee. Geen idee? Ooit gezien. Ga naar school? Ja. Hoe kan de kennis van jongeren nou verbreed worden? Hoe zie je dat voor je? Nou, ik denk dat het vooral verdiept moet worden. Ik denk dat er heel veel kennis verloren is gegaan in de loop der jaren. Terwijl de oorlog nog helemaal niet zo ver van ons afstaat. En ook nog doorwerkt in de generaties nu. Ik denk dat daar grote taak ligt voor het geschiedenisonderwijs. Tweede Wereldoorlog, weet je ervan? Nee, echt niet. Helemaal niks. Wat doet dit onderzoek nou met de nabestaanden? Ik denk dat het heel chockerend is. Het is natuurlijk heel pijnlijk als je ziet dat vergeten wordt. Als je ook vergeet dat wat eraan vooraf ging, dan vergeet je eigenlijk ook de voedingsbodem die er ook nu weer kan ontstaan als het gaat om racisme, antisemitisme, uitsluiting. Weet jij wie dit is? Anne Frank. Anne Frank. Ja, een meisje uit Amsterdam, die was ondergedoken vanwege de SS. Nou, de SS, De nazi's. De nazi's, ja. Inderdaad. En zij is uiteindelijk ergens voor de hongerwinter was ze meegenomen naar concentratiekampen. Daar zou komen te overlijden. Broer, dat is Anne Frank. Wat ken je die van hem? Ik ken haar van... Wolle, dat is Anne Frank, toch? Ja, wat ken je die van? Van het verleden, man. Ik heb met haar gerold, man. Ja, wat heb je met haar gerold dan? Assie. Heb je nog een boodschap voor de jeugd vertegenwoordig? Blijf naar school. Naar school gaan? Ja. Nou, we sluiten hem af. Wil jij nog meer fantastische video's? Dan schijnt hier een button te zitten. En hier ook. Moet je even op klikken. En even gauw. En hier zit er ook nog één, denk ik. Zoiets. Dus doe dat even. Dankjewel.